Hey, hallo! Daar zijn we weer met weer een nieuwe video. En vandaag gaan we verpotten, toch? Ja, we hebben heel veel te verpotten en we gaan dingen in de moestuin zetten. Dus we gaan gewoon hard aan de slag. Oké. Dus we hebben hier gelijk al wat staan. Ik heb namelijk eventjes twee moestuinbakken gauw gevuld. Want hier gaan we namelijk de rabarber even tijdelijk inzetten en de laurier. Mm-hmm. We hebben een... Die is laurier? Ja, dat is een laurierplantje. Die hebben we gekocht. Helaas geen sponsor of wat dan ook. Maar dat is eetbare laurier. Dus die ene die je altijd in de keuken gebruikt, die je wel door het eten heen doet, maar die je vervolgens niet mag opeten. Oké. Dus deze moet gedroogd worden en dan kan je hem gebruiken. Ja. In soep bijvoorbeeld of wat dan ook. Ja. Oké, dus niet rauw, maar de smaak eruit trekken. Ja, jij gebruikt ze inderdaad met soepen en met stoofpotjes en dat soort dingen heel vaak. Uiteraard. Dus ik dacht van, waarom dan elke keer van die dure blaadjes in de supermarkt kopen, als we het dan ook zelf kunnen kweken? Oké, deze ga ik hier plaatsen. Ja. En dan is denk ik de bedoeling om al die stokjes een beetje los te halen en een beetje mooi te verdelen, dat we meerdere plantjes krijgen. Nou, dat inderdaad, want laurier is een struik, dus dat kan ook, daarom gaat het hier tijdelijk in. Want zo'n plant kan wel 3 meter hoog worden. Oh, dat is een hele hoop laurier. Maar, En wat heb jij? En ik heb hier de rabarber staan, die hadden we een tijdje geleden ingezaaid. Ja? Hoeveel zijn er opgekomen? Het zijn er, even kijken, 6. Oké. Dus. En die ga jij overpotten? Ja, die ga ik hierin overpotten. Dan kan het eventjes wennen van de warme, lekkere binnentemperatuur naar in een kastje. Want hier hebben we ook kleppen of deksels op. Ja. Dus dan kan dat wennen. En dan kunnen beide plantjes straks her en der in de tuin gezet worden. Want dit zijn allebei... Winterharde. Ja. Ja, hoewel de laurier moet niet te koud worden, want onder de -5 vindt hij het dan weer niet leuk. Dus misschien dat we hem toch wel in een pot moeten gaan. Ja, of we moeten even kijken of we hem op een goede plek kunnen zetten. Weet je, als hij uit de wind staat, dan is het vaak al minder koud. Ja, uit de wind, in de zon, dat helpt al een hoop. Ja, dan gaan we aan de gang. Jij met de rabarber en ik met de laurier. Ja. De laurier, dat heet ook wel Laurius nibulus? Nibulus? Ja, kan, ja. Zoiets. Dus mocht je hem dan zelf willen opzoeken, dan kun je die googlen, laat maar zeggen. En je ziet het ook al, de pot zit heel vol al gelijk qua wortels. Vandaar dat hij ook vanuit de winkel heel snel overgepot moet worden. Want ze hebben gewoon anders niet zoveel ruimte. En dat zou zonde zijn. Mocht je nou niet in Nederland wonen, maar op een iets warmere plek, dan kun je die ook heel goed gebruiken als haag. En maar die worden toch ook al gebruikt als haag? Laurier? Ja, je hebt... die wij hier hebben staan als haag, dat is niet een eetbare laurier. Oké. Dus je hebt daar nog weer verschillende rassen in. Oké. Dus als je laurier koopt, moet je altijd wel kijken dat je de eetbare laurier neemt. Want anders krijg je een mooie haag, maar niks van je soep. Nee. Het regent, de plantjes worden nat. Niet te veel, hè? Nee, niet te veel. Maar ook niet te weinig. Oh, ja, baas. Zoiets? Ja. Oh, die verzuipt wel een beetje weg. Ja, maar dat water trekt nog wel weg. Dus. En dan gaat er lekker een kapje overheen, zodat ze het niet te koud krijgen. Maar wel zuurstof. Of nee, ze moeten juist geen zuurstof hebben. Ze maken zuurstof. Zo. Zo. Nou, dan kunnen ze hier lekker staan. Dus, dat is de eerste. Nou, we zijn hier bij de moestuin. Ja, bij de moestuinbakken. Dit is de laatste, de vierde? Ja, dit is bak nummer 4. En we gaan hier de rode kolen neerzetten en de andijvie. Ja. En de rucola. Ja. Die had ik al eerder in een van die bakken bij het huis gezet, zodat ze vast konden wennen aan de buitentemperaturen. Ja. Dus die hebben gewoon rustig gewend, zodat ze geen temperatuurshock krijgen. Ah! Shocking. Ja,
Nou, dat heb ik bij de rode bietjes bijvoorbeeld niet goed gedaan. Want die liggen nog steeds voor pampers bij te komen. Omdat ze het een beetje koud vonden om van buiten naar of van binnen naar buiten te gaan in één keer. Oké, dus ik ga hier de rode bietje doen. Wat ga jij ondertussen doen? Ik ga hier de andijvie planten. Dus het zijn nu allemaal nog niet zulke hele grote plantjes. Dus zometeen doen we er ook echt weer een net overheen. Want onze kippen die vinden het ook allemaal erg lekker. Heb ik het idee. En die doen graag de plantjes meepikken, maar dat willen wij niet. Als je naar de moestuin kijkt van wat er allemaal aan gaat komen, waar kijk jij heel erg naar uit? Nou, ik ben wel erg benieuwd naar de bietjes. Want als je bietjes in de supermarkt koopt, krijg je altijd, kan je die voorgekookte of weet je moet er altijd wat extra handelingen. En nu ben ik eigenlijk wel heel benieuwd hoe ze nu eruit komen en wat we dan vervolgens daaraan smaak uit krijgen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Zo. Even kijken. Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Yes. Mooi. Als er iets? Ja, de rucola. Oh ja, wat gaan we met de rucola doen dan? Nou, de rode kool die gaat heel groot worden, mm-hmm. Maar dat is het nu nog niet. Okay. En tot die tijd kunnen wij lekker van rucola genieten, wat we nog wel eens over de pizza doen. Dus dan kunnen we straks misschien wel iets van verse pizza maken. Ja. En dan kunnen we dit ertussen laten groeien. Oké, okay, dus je wil eigenlijk een beetje zo hier een lijntje en dan misschien zo ertussen en dan zo. Ja. Zo. Ja. En zo, ook aan deze kant nog? Ja, ook aan die kant ook en aan deze kant. Maar we moeten wel ook een beetje ruimte houden, want we hebben straks ook nog spinazie die we hier willen zetten. Oh, dus ja, die komt ook hier. Oké. Okay. Het pakt vanzelf ook wel weer, hè? Ja. Dus stel dat je de wortels niet heel erg lekker weet te plaatsen, dan is dat nog niet een grote ramp, want die plantjes die pakken wel. En het zijn er ook zoveel wat we hebben. Dus als we dan een paar minder hebben straks, dan is dat ook echt niet erg. Helemaal goed zo, toch? Ja. Oké. Okay. Zijn we dan hier klaar? Ja. Nee. Niet? We hebben nog Alicem. Ah ja, dat is waar ook. Ik zal hem even pakken. Oké. Okay. Hier, jij weet het gewoon beter Alicem. Dan dat ik het weet. Ja. Maar ik kon het zien vanaf hier. Oh ja, ik sta er met mijn rug ernaartoe. Daarom. Oké. Okay. Alicem. Ja. Wat gaan we daarmee doen? Nou, die gaan we over alle moestuinbakken heen een beetje verspreiden. Nee, niet strooien. Niet strooien? Nee, weer net zoals wat we ook nu met rucola hebben gedaan, maar dan dus met de Alicem. Ja. En dan in de zijkanten, toch? Ja, in de zijkanten, want die geven straks heel veel bloemetjes die goed waren tegen die bijen aantrekken. Ja. Maar ook pest predators aantrokken, zoals sluipwespen bijvoorbeeld. Oh ja, tegen slakken. Oké. Okay. Nee, die waren tegen Bladluizen. Nou, wij gaan de rest van de bakken doen. Ja. En dan zien we jullie zo meteen bij het volgende klusje. Hi lief. Hi schatje. Wat doe je? Nou, ik denk gauw nog eventjes wat potjes vullen met aarde. Oké. Okay. Want we hebben heel veel tomatenplantjes. Oké. Okay. Dus, en die gaan nu allemaal een eigen potje krijgen. Okay. Dus ik kwam ook potjes tekort. Dus ik heb bijvoorbeeld ook kwarkbakjes. Daar heb ik een gaatje onderin gebrand. zodat het water eruit kan lopen. Zodat het als potje kan dienen. Oké, okay, ja. En vervolgens in een kwarkbakje kan staan, zodat ze inderdaad toch nog wel van onderaf het water kunnen krijgen. Want daar ben ik wel een fan van persoonlijk. Ja, maar als je dat doet, misschien wel een tip. Omdat het heel dicht op elkaar zit, kan je er heel weinig water in doen. Ja. Als je er nou iets tussen zet, om iets verder uit elkaar te houden, heb je iets meer ruimte. Ja. Dus je zou bijvoorbeeld een klein sponsje of zo erin kunnen doen. Die houdt ook het water wat beter vast. En als die dan het sponsje hebt ingedrukt, dan weet je dat er gewoon niks meer in zit. Oh ja, dat is wel een goeie. Tenminste, ik weet niet of het werkt. Kunnen we uitproberen? Ja, vind ik een goed idee. Gaan we uitproberen. Maar we gaan eerst verpotten. Ja,
Oké, want deze plantjes hebben binnengestaan. Deze plantjes hebben binnengestaan. Die gaan ook wel weer verder binnen staan, want het is nog te koud voor ze. Ze hebben ook al eventjes buiten gestaan en je ziet dat ze een beetje wiebelig aan het worden zijn. Dus komt door de wind. Onder andere, maar ze hebben het gewoon koud eigenlijk. Oké, ze hebben het gewoon koud. Ja. Ja. Maar ik wil wel zoveel mogelijk van die plantjes in potten zien te krijgen. Oké. Want ik heb ook met mijn moeder bijvoorbeeld afgesproken. Die krijgt een aantal plantjes. En wij willen ook flink wat tomaten. Dus, Dus, daar gaan we mee aan de slag. Dus we gaan ze pakken en we gaan ze hierin gooien. Ja, en ieder plantje krijgt zijn eigen potje. Oké, en hoe gaan we ze labelen? Nou, er zitten nu per potje labeltjes in. Ik heb hier een zakje met labeltjes ook. Dus ik stel voor, jij pot ze over en ik schrijf labeltjes of zo. Mag ik een idee geven? Ja. Kijk, hier, deze is rood, die is blauw, die is roze. En als we hier nou een gele in doen, ja, dan hoef je niet op alle potjes op te schrijven wat het is. Dat is ook goed. Dan kan je ze gewoon per kleur sorteren. Oké, ik ga beginnen. Dus dat zijn de cherry tomaatjes. Ja. Ik heb hier nog eentje. Of is dit onkruid? Nee, dat is een cherry tomaatje. Maar wacht even met die, zou ik zeggen, van even kijken of we potjes overhouden. Want we gaan het net niet redden. Okay, maar dan moeten we een rood stickertje in. Ja. De zebra tomaten. De groene, de zwarte zebra tomaten. De zwarte zebra tomaten. Ja, die deden het goed. En waar kwamen die zwarte, waar kwamen die zaadjes ook weer vandaan? Of die zebra tomaten? Dat zijn natuurlijk hele rare. Die had mijn moeder uit Frankrijk meegenomen. Oké, okay. Die had ze daar op de markt gevonden of zo? Ja, zoiets. En vervolgens had ze die, tenminste ze had een zwarte zebra tomaat gegeten. Yeah. En daarvan heeft ze dus vervolgens van een plantje, of heeft ze een aantal zaadjes bewaard en die heeft ze in de grond gezet. En er kwam vorig jaar wel een tomatenplant al uit, maar geen vruchten. Nou ja, het was al vrij laat in het seizoen. Oh ja. Dus er kwamen wel één of twee vruchten vanaf. Dus die heeft ze bewaard voor de zaadjes. Ja. En daar heb ik de zaadjes van gekregen. Dus vandaar dat ik ook met mijn moeder beloofd heb van ik had al haar zaadjes gekregen. Maar zij wil een plantje terug hebben. Maar zij wil wel een paar plantjes terug hebben. Nou, maar dat begrijp ik ook wel. Ja. Dus zo moet je een beetje elkaar helpen. Ja. En wat mij ergens wel heel leuk lijkt, want er zijn ontzettend veel tomatenrassen om een soort van gotta catch 'em all te doen. Dit zijn de groene zebra's? Ja. Oké, okay. Ik heb nog nooit van een groene zebra gehoord, maar vooral zwart-witte. Maar dat zijn dus tomaten, die zijn dus gestreept. Maar gaan we dan ook ranking de tomato doen? Nou ja, we kunnen wel een smaaktest doen, kijken welke we het lekkerste vinden. Ja. Ja, wat zijn dit ook weer voor tomaten? Weet ik niet, jij had het stokje. Waar is die gele dan? Er zat geen gele in. Oh. Oh nee. Oh, dat was die vleestomaten. Oh, oké. Okay. Dus geelsvleestomaten. Dat was deze. Check. Dan schrijf ik het er op eentje even op. Dat is heel verstandig. Anders weet ik het niet meer. En nu? Nou, dit moeten we dus binnen weer zetten. Ik loop want anders worden ze koud. En dan gaan we. Maar laten we anders eerst eventjes de uien doen. Oh ja, de uien. Ja. Als jij gaan we dat daar doen of gaan we dat hier doen? Laten we dat even daar doen. We gaan die kant op. Gaan jullie mee? Yes. Oké. Okay. We hebben hier? We hebben hier uien, ja, en spinazie. Oké. Okay. Die spinazie laten we lekker even voor wat het is. Mooi. Maar de uien, daar gaan we eventjes de topjes vanaf knippen. Ja. Want als je dat doet, dan gaan de plantjes meer energie steken in hun wortelgroei in plaats van in hun bladergroei. En dat willen we, want we willen grote uien. Ja, en wat je ook ziet is dat al die puntjes beginnen een beetje bruin te worden. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat ze al te lang zijn. Ja. Toch? Dus we knippen er ongeveer 1/3 er vanaf. En dan zetten we hem vervolgens hier in de bak neer. Want dan kunnen ze vast gaan wennen aan het buiten zijn, zodat ze niet weer die temperatuurshock krijgen. Ja. En dan kunnen we ze over een week of zo kunnen we ze in de moestuin zetten. Nou, zet hem op. Ja. Lekker knippen. Jee. Oké, dus deze zijn nu klaar. Ja. En dan kunnen ze hier in de bak. En dan zien we ze over een paar weken weer verder. Ja. En
over een paar weken. We gingen ze toch al binnenkort weer buiten zetten? Of volgende week of die week erop. Oh ja. Een paar is twee, hè? Afhankelijk van hoe het weer is. Ja. Wat natuurlijk wel gewoon doorgaat, is dit kanaal. Ja. Dus kijk de volgende keer weer. Toch? Ja, want de volgende keer hebben we de Chicklympics. Echt waar? Ja! Oh. Ja, we moeten nog even kijken. Nee, tuurlijk. We gaan de Chicklympics weer houden. Ja, dus kijk vooral. En wat als we als laatste zeggen is... Vandaag zelfvoorzienend. Morgen zijn we beter. Doei! Doeg.